Ik heb de moed gevonden om me uit te spreken, omdat ik altijd heel stil was en alles maar liet gebeuren. Ik had een keerpunt toen ik 17 was en mijn rijlesinstructeur, die zat naast me, die legde zijn hand op mijn been. Ja, bij heel veel dingen dan denk je, nou ja, dat hoort er gewoon bij, zeur niet. Ja. Maar dat is niet zo. Het hoort er niet bij. En je moet wel op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Ik zou mijn dochter meegeven dat zij vanaf het begin een stem heeft. En dat die stem ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. Preventie begint bij het juiste voorbeeld geven. Dat doe je thuis, aan je kinderen, aan je familie, aan je partner, aan je vriendinnen, je vrienden. Maar dan moet je je wel veilig voor voelen. Ja, mijn drijfveer is echt dat ik het gewoon heel graag bespreekbaar wil maken. En heel graag het taboe weg wil krijgen. Ik denk gewoon dat het belangrijk is dat je kinderen, en of het nou jongens of meisjes of een ander gender, dat maakt niet uit. Volgens mij is het allerbelangrijkste dat je in de opvoeding probeert te zorgen dat je respect hebt voor elkaar. En als we straks in het stemhokje staan, kunnen we het rode potlood gebruiken om op een vrouw te stemmen. Of een man die zich duidelijk inzet en uitspreekt voor de vrouwenzaak.